In deze video ga ik als burgemeester in gesprek met mensen uit allerlei hoeken van de samenleving. Dat zijn vluchtelingen, mensen die in de crisis noodopvang of mensen gewoon als vrijwilliger werkzaam in onze gemeente. Werkzaam in onze gemeente als vrijwilliger betekent held zijn in onze gemeente, want het zijn de helden die het toch elke keer weer doen. Waar ben je eigenlijk van, Tim? Wat is jullie intentie? Ja, ik ben lid van Oudejaarsvereniging De Oliebol. Ik ben daar een algemeen bestuurslid. Onze intentie is met name iets terug te doen voor het dorp Vledder in dit geval. Door middel van activiteiten en uiteraard een stunt die over het algemeen het nieuws haalt. Dat is wel gelukt dit jaar, geloof ik, hè? Ja, wij hebben dit jaar drie grote zeehelden meegenomen van een rotonde in Farmsum. Dat ligt naast Delfzijl. Die drie zeehelden die stonden daar omdat zij ooit de haven van Delfzijl bezocht hebben. Het woord helden zegt er natuurlijk al. Die helden die hebben wij ook in de gemeente. Dat zijn de vrijwilligers. Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om onze vrijwilligers in het dorp in het zonnetje te zetten. En om eigenlijk ook iedereen aan te moedigen om vrijwilliger te worden. Bij een vereniging of een stichting, dat maakt niet uit. Of zoals hier bij de kledingbank bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld zoals hier bij de kledingbank waar we nu zijn. Hè. Dat zijn initiatieven die kunnen alleen maar bestaan doordat er vrijwilligers zijn. Het zou zonde zijn als dat niet meer kan. Ja, geweldig. We zitten hier nu bij de kledingbank. Hoe lang ben je er nou al bij betrokken? Al bijna 9 jaar. Hoeveel klanten zijn hier op het ogenblik die hier binnenlopen en dan wel betrokken zijn bij de kledingbank? We hebben behoorlijk wat cliënten. Sommigen zijn echt heel schrijnend, komen misschien op slippertjes binnen en hebben niet gewone goede schoenen. Ja. Vooral in deze tijd van het jaar, dan is het toch wel prettig dat je ook goede, dichte schoenen hebt. Of een lekkere warme trui. En merk je nu ook onder de minima bijvoorbeeld de problematiek met de energieprijzen, dat ze daardoor meer naar de kledingbank komen? Ja, dat hebben we ook al wel ervaren, dat de mensen toch daardoor opeens toch wel in de problemen komen, omdat de uitgaven opeens explosief groot zijn. Ja. En het dus niet meer kunnen bolwerken. Ja. Ja. In feite is dit een onmisbare voorziening geworden voor de gemeente? Eigenlijk wel, ja. 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 Jeannette, jij bent hier ook betrokken bij de kledingbank, al enkele jaren denk ik. Maar wat zijn nu de soorten van cliënten? Ik noem het toch maar de soorten, want we hebben het net even gehad over de minima, we hebben het gehad over noodopvang. Maar zijn er sinds kort ook nieuwe? Ja, dat is de nieuwe groep met armoede. Dat zijn de mensen die AOW hebben, alleen AOW. Die komen hier niet alleen vanwege de kleding, maar die komen hier ook vanwege hulp waarschijnlijk bij het oplossen van de financiële problemen. Ja, dat klopt. We hebben dan Inge van de kledingbank. Die helpt die mensen als ze hun verhaaltje kwijt willen of als er ergens hulp bij nodig zijn met aanvragen van dingen. Dan worden ze daarmee geholpen. Maar jullie krijgen dan ook wel soms heel veel leed te verwerken, want de mensen komen hier soms in tranen, denk ik. Eigenlijk wel heel veel. Je helpt ze op dat moment met of kleding uitzoeken, jas, schoenen. Mm-hmm. En dan zijn ze ook heel blij, maar je hoort dan ook verhalen. Probeer je goed te houden, even een arm om een schouder. Ja. En als dan die mensen weg zijn, dan beginnen bij ons de waterlanders. Nou, Ries, wat is jouw betrokkenheid bij de kledingbank? Ik ben hier alleen maar voor de logistiek. Mensen kunnen hier gewoon gezellig binnenkomen, ze kunnen gaan zitten, ze kunnen zich ontspannen, ze worden goed geholpen. Now we are going to the part where children's clothing are. How long are you staying in the Netherlands? I have been here since September. Since September, yeah. And you also? We won in De Winkelen for 3 maanden. Mm-hmm. Yeah, with my family. And you come out? We come out Turkey. Uit Turkije. Yeah. U spreekt of draait goed Nederlands. Hartelijk bedankt. Ja. And you also? A bit of. I come out from Syria. From Syria. Yeah. And you also understand Dutch language and also speak a little bit. Eh? Yeah, a little, een beetje Dutch. Een beetje Dutch. Netherlands. Ja. Great. And you are here with your family? Yeah, I'm with my family, my wife and 2 kids, little girl and little son. And your children, how do they feel? Ze zijn veel goed. Ja, maar de winkel erop
Het is een hartstikke mooie plaats. Mm-hmm. You're staying here in at Dwingelo, yeah. Also in December. What did your attention get, especially in December? Especially December is Kerstdag. This place is very peaceful for us. We are very good here. Okay, yeah. That's nice. And for you? Yeah, actually, first of all, we faced very kind people here. And also we participated in some events, especially for Santa Claus. Yeah. Everything here is very nice, people very nice, the country is very nice. So we are so grateful for being here. Anneke. Sonja. Nice to meet you. Dag burgemeester. Dag. Gezellig dat jullie hier zijn. Ik heb even uitgelegd dat de vrijwilligers... Die zitten met de deelnemers. Vrijwilligers zijn de dames die eigenlijk de mensen helpen. Ja. En de deelnemers zijn dus de mensen die komen om een gezellige middag te hebben en om wat te doen te hebben. Het gaat vooral om het contact. Dat mensen even een paar uur een gezellige middag hebben, kopje koffie of thee met elkaar drinken, een praatje maken. Then you came from Ukraine. How do you like it here? I really like Dutch people. I really like Netherlands country. I think it's best country of Europe. Definitely. For me, it's really a good country. I think it's better than that Ukraine. But it's hard for me to say it. And your mother? She likes to stay here as well? My mom also like to stay here, to be here, to live here. What would you like to say in front of camera? Thank you. Not thank you well. Thank you well for everybody who live in Netherlands. You are very kindly, and I like it very much. I like it. I still love Dutch people. They are really good, I think. In deze video geven we weer hoe de samenleving in Westerveld is opgebouwd. 25 jaar Westerveld. En in die 25 jaar is er gigantisch veel gebeurd. We vangen op dit moment vluchtelingen op, mensen in al hun noden. Mensen die weg moeten vluchten vanwege oorlog. En het feit dat ze vervolgd worden. Maar we hebben het ook gehad over mensen die eenvoudig als vrijwilliger bezig zijn om hun werkzaamheden hier in deze gemeente te doen. Mensen die alleen zijn, die eenzaam zijn. Mensen die zich opgesloten voelen. Voor allen is er op een of andere manier toch een vrijwilliger in de nabijheid. En dat zijn wat mij betreft de helden van onze samenleving. De helden waarmee we het 25 jaar hebben gedaan en waarmee we de komende 25 jaar verder gaan. En ik wens u allen daarbij enorm veel succes.